Dank voor de introductie. Het is natuurlijk een hele eer om de aftrap te mogen doen op een dag die zo glorieus wordt afgesloten door jou. Hè? Dus dat is wel iets heel bijzonders om je dan dit jaar juist te mogen spreken. En ik doe het met plezier, want het gaat over stem. En we zitten natuurlijk in een uitgelezen gezelschap om daarover te praten. Want we hebben nu alle lettertjes daarvan bij elkaar, hè? Dus dat is wel heel fraai. Stem, daar heb ik ook wel iets mee, omdat ik zelf iets met de T heb en ook met de E. En de E wil ik het met name een beetje over hebben vandaag. En ik denk dat stem wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn voor de toekomst van die twee. Dus ik praat altijd graag over stem. Sommige mensen nemen dat niet in dank af binnen mijn wereldje. Maar ik denk dat daar toch wel heel veel goeds van te zeggen is. En ik ga proberen om eens na te denken met u over hoe zit dat dan met die relatie tussen die vier. Het is nu makkelijk gezegd, hè? Stem, het spreekt lekker uit, het dekt goed. Maar het is natuurlijk nog helemaal niet zo eenvoudig om daar ook iets van te maken. Hè? Wat wil je dan? Moet het dan een soort afstemming zijn? Of moet het echt integrated stem zijn, zoals sommigen dan wel zeggen? Ik hoor heel veel stem roepen en dan kom ik op een conferentie. Ik was van het voorjaar nog op de grote conferentie van techniekdocenten in Amerika. En dan roept iedereen stem, stem, stem. En dan kijk ik naar wat er gebeurt. En dan denk ik van ja, het is gewoon thee. Dit is helemaal geen stem. Het is hoogstens met een klein S'je erbij en een nog kleiner M'tje erbij. Maar er wordt wel geroepen van wij doen stem bij techniek. Dan denk ik van nou, wacht even, hè. Heb je verstand van Esther? En omgekeerd gebeurt ook wel eens. Dus daar zitten allerlei haken en ogen. Ik wil een beetje over die haken en ogen praten. Ik wil ook praten over waarom we er dan toch over moeten hebben. En dan wil ik proberen om eens te kijken of we met die raadselachtige E, die we eigenlijk niet kennen natuurlijk. Hè. S die kennen we, die zit gewoon in curriculum. M ook. T ook, is wat wankelend, hè. Dreigt een beetje weg te vallen. Maar die E die is er eigenlijk helemaal niet. Hè. We hebben helemaal geen engineering education in nou ja, pre-university, zeg maar. Hè. Dus dat is de grote onbekende is dat. Nou, waarom staat die er dan tussen? Moeten we daar iets mee? Nou, daar wil ik het een beetje over hebben. Hebben we het in Nederland überhaupt ergens over? Ja, denk het wel. Als ik in het buitenland kom, dan loop ik altijd te verkondigen dat wij in Nederland daar wel aardig wat aan doen. Noem even een paar dingen. Hè. Nieuwe examenprogramma's. Dat zou je een vorm van stem kunnen noemen. In die zin dat het ene vak wordt toegepast in het andere. Nou, dus er wordt een relatie gelegd. Oké, goed, dat is een vorm, zou je kunnen zeggen. Iets verder gaat, denk ik, de kennisbasis van de SLO. Want dan ga je echt kijken naar parallellen tussen die vakken. Dus ga je echt een hele directe inhoudelijke verbinding zoeken door gemeenschappelijke denken en werkwijze. Dat is een hele interessante exercitie. Nou, een beetje afgekeken uit Amerika misschien. Maar ik denk dat wij er op een heel interessante manier invulling aan geven. Is een workshop over straks. Hè, dus wie nieuwsgierig is, die kan daar nog heen. Maar echt parallellen trekken laten zien dat die vakken echt inhoudelijk iets met elkaar hebben. Niet alleen maar in de zin van de een toegepast in de ander. Maar echt inhoudelijke parallellen. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog twee vakken die je wel echt integrated stem zou kunnen noemen. Hè. Niet alle modules misschien even sterk, maar vooruit bij NLT. En O&O, dat is natuurlijk bijna, zo letterlijke vertaling, onderzoeken en ontwerpen. Nou, dan heb je het echt over de S en de M en de T en de E heel erg met elkaar verbonden. Of dat altijd in de praktijk gerealiseerd wordt, is nog wat anders. Maar, ja, vraag meteen. U zegt over stem, ja. Maar ik heb nog niet helemaal helder wat STEM. Goed zo. Ja, wil ik toelichten, want ik heb daar namelijk ook in de kop nog iets aan toegevoegd waar ik iets over wil zeggen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dat is de internationale kreet. De Duitsers hebben daar inmiddels mint van gemaakt. Die vinden dat lekker smaak. Hè? Die zeggen mathematiek, ingenieurswissenschaften, natuurwissenschaften, techniek. En toen dacht ik, moeten wij in Nederland ook nog iets hebben? Ja, ja, dan ga je gewoon de lettertjes op een rijtje zetten. Hè? En dan, nou ja, dan kun je ervan maken wiskunde, ingenieurswetenschappen, natuurwetenschappen, techniek. Dus ik zou vandaag de term wind voor Nederland willen lanceren. Of het wat wordt, weet ik niet, maar hij is er al. Twin, dat zou ook nog kunnen. Ja, oké. Okay. Nou, prachtig, kan ook nog, ja. In ieder geval, zo'n soort ding moeten wij hebben, denk ik. Hè? Want anders blijven we maar die Amerikaanse term gebruiken. Hij is een beetje uit Amerika afkomstig, overgewaaid naar Engeland daarna. Nu praat iedereen erover. Maar goed, ik denk dat wij een Nederlandse term moeten hebben. Maar we hebben het dus in Nederland wel ergens over. Hè? Dus er valt iets op te kouwen. Hè? We hebben ambities blijkbaar op dit gebied. En we hebben daar ook ideeën bij. Hè? We hebben het idee dat die integratie dat zou recht doen aan de vakken zelf. Hè? Want ja, als je gaat kijken naar de praktijk van engineering, hè? Dan barst het van de natuurkunde, barst van de wiskunde. Dus dat hoort gewoon bij elkaar. En als je gaat kijken waarom wij eigenlijk veel natuurwetenschappen doen, dan is dat vaak met een doel om het toe te passen, onder andere in de technische wetenschappen. Natuurlijk in andere gebieden ook, hè, maar dit is wel een van de belangrijke toepassingsgebieden. Dus als je die bij elkaar brengt, doe je ook recht aan de werkelijkheid. We hebben in de school het systeem dat we allemaal vakjes maken, die zijn gescheiden. Het leven zit zo niet in elkaar natuurlijk. Het leven is één geheel, hè. Daar loopt alles door elkaar. Dus het is wel goed om dat af en toe ook bij elkaar te brengen. En dan is het natuurlijk een hoop dat stem de S en M aantrekkelijker maakt. We weten wel dat zijn wel belangrijke vakken.
Maar of leerlingen ze altijd leuk vinden, is nog wat anders. Hè. Je hebt misschien wel gehoord van dat ROSE-project, het internationale project waar gekeken wordt naar de vergelijking tussen scores op PISA en TIMSS en zo. Maar dan ook hoe goed het vak scoort in populariteit. En dan is het vaak omgekeerd evenredig. Hè. Dus hoe beter een land scoort op PISA en TIMSS, hoe negatiever vaak de attitude is. Vreemd zou je het eerste gezicht zeggen, want wat je leuk vindt ben je toch goed in, zou je zeggen. Blijkbaar niet in dit geval. Hè. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat het wel belangrijke vakken zijn, dat iedereen er keihard voor leert en iedereen springt er alle hoepels heen, vult alle formules in en weet ik wat. Hè. Terwijl hij het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Nou, daar zou STEM iets voor kunnen betekenen misschien. En STEM zou wel eens een imagoprobleem van T op kunnen lossen, waar het natuurlijk altijd mee geworsteld heeft. Hè. Het is toch een soort van veredelde handvaardigheid, zou je kunnen zeggen. Nou, is het niet meer, maar het imagoprobleem is er altijd nog. Hè? Bij schoolleiders, bij ouders, leerlingen soms ook nog. Misschien dat niet alle praktijk ook rechtvaardigt dat het niet meer zo is. Hè? Er zijn nog wel eens ook scholen die het toch wel tamelijk traditioneel invullen. Dus misschien dat het vak dat ook een beetje aan zichzelf te wijten heeft. En een strakkere verbinding met die andere lettertjes zou het beter kunnen maken. Maar ik zei al, het is makkelijk gezegd, niet zo makkelijk gedaan. Ik denk dat er een aantal hele belangrijke hurdles te nemen zijn. Hè? Dus het is maar niet zomaar gerealiseerd. In eerste plaats omdat alle lettertjes een probleem hebben, die noemde ik al. Hè? Die S en M die zijn niet zo populair bij leerlingen. Dus knapt T en E ervan op als je dat verbindt met S en M. Misschien dat het dan ook wel in populariteit zakt. Hè? Want die T en die M, die T in ieder geval, die wordt vaak door leerlingen wel heel erg gewaardeerd. Hè? Dat is wel leuk. Hè? Dat ze zelf dingen mogen ontwerpen, nieuwe dingen hè? Waarvan het antwoord nog niet vast ligt. Spannend. Hè? Maak je dat populairder door dat te verbinden met een vak waarvan je zegt, ja, daar is alle verrassing uitgesloten. Want alle goede antwoorden staan al in het boek. Dus zelfs als we een experiment doen, staat het goede antwoord in het boek. Dus alle verrassing uitgesloten. Die T, die worstelt met zijn identiteit. Haalt die misschien STEM straks naar beneden? Of haalt die de S&M straks naar beneden? He, wordt de verwarring dan nog groter he, door de verbinding te leggen? Dan die E, dat is nog een raadsel, want die is er helemaal nog niet. He, dus daar moeten we op nul beginnen. En dan zijn er nog een aantal dingen die denk ik die verbinding ook lastig maken, want die S is er natuurlijk niet alleen maar omwille van de T en de E. Wij doen natuurwetenschappen niet alleen maar om die toe te passen in de techniek. Wij doen soms natuurwetenschappen helemaal zonder enig ideaal van toepassing. Hè? Waarom zijn we bezig met quarks en andere elementaire deeltjes? Omdat we daar een technische toepassing mee voor ogen hebben. Nou, niet direct nog. Hè? Het zijn hele rare dingen, alleen maar in zakjes van drie verkrijgbaar. En wat dat rare dingen zijn, hoe moet het daar technisch mee? Weten we nog helemaal niet, maar we zijn wel nieuwsgierig. Waarom willen we dat dan weten? Nou ja, we zijn toch mensen, we willen toch weten hoe alles in elkaar zit. Waarom zijn we bezig met oorsprong van het heelal, om daar een technische toepassing van te kunnen maken? Nou, ik denk het niet. Af en toe vliegt er toevallig iets over de rand of zo, dat je zegt, nou ja, dat zou misschien iets kunnen zijn of zo. Hè? Maar hoe een ster uit elkaar ploft, ja, daar kunnen we toch niet zoveel mee technisch gezien nog, hè? Regenboog, hè, prachtig, hè, indrukwekkend verschijnsel. Hè, nou, dat wekt nieuwsgierigheid. Hè, en als je dan met leerlingen in het basisonderwijs daarover praat, hè, moet je dat dan meteen doen met te zeggen van, nou, ja, waarom willen wij die regenboog analyseren? Omdat we daar een technische toepassing voor hebben. Ja, dan is die meteen dood natuurlijk. Hè, dus dat, soms wil je dat ook helemaal niet. Dan wil je gewoon de verwondering ook laten staan. Hè, dus die S is er niet alleen maar omwille van T en E. Er is een heel stuk S wat gewoon ergens anders over gaat. Idem niet voor de M. De M is er ook niet alleen maar omwille van die anderen die in STEM staan. De wiskunde is er ten behoeve van andere vakken ook. Als je later economie gaat studeren, moet je ook wiskunde gehad hebben. En psychologie en allerlei andere vakken. Hè? Die werken zelfs in de middelbare school al in elkaar door. Hè? Dus in de middelbare school hebben we ook een vak economie. Daar is ook wiskunde voor nodig. Dus die wiskunde dient andere heren dan alleen maar de S en de T en de E. En is bovendien ook nog een keer een heer in zichzelf. Hè? Wat ja, de uitdaging natuurlijk voor wiskundeonderwijs is, hè? Dat het ook echt een discipline op zichzelf is. Ik denk dat wiskunde al genoeg worstelt om te laten zien dat dat ook echt een eigenstandige manier van denken is. Dat het een hele eigen discipline is en niet alleen maar een dienstknecht voor allerlei andere disciplines. Nou, dat wordt misschien bij STEM nog wel erger. Nog een probleem, en dat zit dan in de docenten, dat is dat veel T-docenten hebben helemaal geen affiniteit met S, E en M. Ik heb zelf ooit T-docenten omgeschoold, van lichamelijke oefening naar T, van economie naar T, van Engels naar T. En die rilden bij iedere formule natuurlijk die ze op bord kregen te zien. Dus die hadden daar echt niks mee. Die waren juist economie gaan studeren om verschoond te blijven voor alle natuurwetenschap. Nou, dan kwam ik daarna met mijn natuurkunde. Dus daar zit een gat. De meeste S- en M-docenten hebben niet zoveel affiniteit met bijvoorbeeld ontwerpen. Die hebben dat in ieder geval in de opleiding niet meegekregen. Nou, misschien als ze op een technische universiteit gestudeerd hebben, ligt het nog een tikje anders. Hè? Maar dat is ook maar een deel van de S-populatie en de M-populatie. Dus daar zit ook een gat.
En wat misschien nog wel het lastigste is, dat is dat het nog niet zo eenvoudig blijkt om echte goede stemactiviteiten te vinden die voor leerlingen ook echt als één natuurlijk geheel overkomen. Ik zie heel veel projecten voorbij komen die duidelijk een soort S- en M-karakter hebben. En die techniek, dat is dan een beetje een soort opstapje van, kijk eens, interessant die koelkast. Hè? Maar gaan we uitleggen hoe dat werkt en dan komen we in de natuurwetenschap terecht. Hè? Dus het is eigenlijk maar een soort context, hè, noemen we dat tegenwoordig ook. Hè? Maar het gaat eigenlijk om die S, zeg maar. En omgekeerd doen we dan wel eens ontwerpprojecten waar dan, daar wordt iets met die S gedaan. Er wordt een of ander experimentje gedaan, er wordt wat gemeten, er wordt een grafiekje gemaakt. Maar heb je dat nu nodig om dat ontwerp te verbeteren? Wel nee, dat is gewoon een soort omweg. Dat doen we omdat we dan die S ook even meegepakt hebben. Maar leerlingen hebben binnen de kortste keren in de gaten dat je gewoon het verst komt met trial and error. En dat alle gedoe met dat meten en zo, dat is omdat de leraar het zegt. Hè. Dat heeft helemaal geen zin voor het ontwerp, dan schiet je helemaal niks meer op. Dus daar zitten een aantal echte hele lastige problemen. En wat ik wil proberen te laten zien is dat er misschien iets zou kunnen zitten in die T en die E. Maar dan moeten we het wel even over hebben over hoe verhouden die zich dan tot de rest. Dus ik ga nou een klein beetje doen van die andere leerstoel waar Wouter het over had. En waarvan die zei, het heeft niks te maken met die natuurwetenschap. Maar het is filosofie van techniek en van ingenieurswetenschappen. Dus het heeft daar juist heel veel mee te maken. Dus ik probeer altijd dat bruggetje te leggen. En dat ga ik vandaag ook doen. Dus ik ga proberen om een beetje uit die filosofie te putten. Om te laten zien hoe de verhouding dan ligt, theoretisch gezien, hè, filosofisch gezien. En dat daar misschien wel wat te halen valt om te kijken of die T en vooral die E ook misschien een sleutel zou kunnen zijn om die echte integratie tot stand te brengen. Nou, we hebben een paar jaar geleden eens geprobeerd om uit te vissen hoe het zit met die E dan en die T. Want dan zou je wel graag weten wat is daar dan het karakter van, wat zijn daar de kernbegrippen van met name. En toen hebben we een aantal experts in een Delphi-studie bij elkaar geraapt, internationaal en uit nogal verschillende disciplines. We hebben een aantal mensen gehaald uit de filosofie van de techniek, dus van mijn collega's in een andere leerstoel, zeg maar. Een aantal mensen uit techniekonderwijs en een aantal mensen uit engineering education, dus die op een technische universiteit lesgeven. En die hebben we de vraag voorgelegd, kun je ons een lijstje genereren met kernbegrippen waarvan je zegt, die zijn heel breed voor engineering. En die worden eigenlijk door alle engineering disciplines heen gebruikt. En kun je daarbij contexten aanreiken waarin die begrippen goed te onderwijzen zou zijn. Nou, dat hebben we gedaan met een Delphi-studie. Dat werkt met een paar rondes waarbij je telkens de output van de ene ronde weer als input voor de volgende ronde teruggeeft aan die respondenten. Die mogen dan hun eigen antwoorden bijstellen naar aanleiding van de gemiddelden in de vorige ronde. Dus als iemand een begrip heel zwaar beoordeeld heeft, heel belangrijk gevonden heeft en hij komt erachter dat de rest het allemaal veel minder beoordeeld heeft, dan kan hij een stapje terug, kan hij zeggen, ik maak van mijn 5 een 4 of zo. En dan groeit dat in een aantal rondes naar een consensus toe. Daar kun je een klein statistiekje op loslaten om te zien wanneer je dan echt van een consensus mag spreken. En sommige mensen vinden dat een beetje tweederangs methode, want het hangt natuurlijk heel erg af van het panel dat je kiest. Maar we hadden op een gegeven moment een studie van John Osborne gevonden, die had ook een Delphi-studie gedaan. En toen dachten we, als John Osborne het zich kan permitteren, wat hebben wij dan te verliezen? Dus dachten we, dan kunnen wij ons dat ook wel permitteren. En die kwam met zijn Delphi-studie echt op hele brede thema's, waarvan we een aantal wel terugvinden in die Next Generation Science Standards. Wij hebben dus ook zo'n poging gedaan en wij kwamen op deze. Dus uit die 32 respondenten is dit toen als lijstje gekomen. Je krijgt natuurlijk wel een lijstje wat iets wat scheef is. Sommigen noemen heel erg abstracte begrippen en anderen noemen dan wel iets concretere begrippen. Dus we hebben een zekere orde aangebracht, maar we hebben op een gegeven moment 5 paraplu-begrippen gedefinieerd die ze ook allemaal genoemd hadden. En daar hebben we andere begrippen die ze genoemd hadden dan onder gerangschikt om een beetje orde aan te brengen in die hele wirwar van begrippen. En de belangrijke dingen die eruit komen, dat zijn dan designing, dat is ontwerpen als activiteit. Dus niet ontwerp, dat is een ding. Dat komt dan onder het systeembegrip, dat is de tweede dan. En daar zitten dingen onder als artefact, structuur, functie, die horen allemaal bij systemen. Modelleren kwam daar heel prominent uit, tot onze verrassing eigenlijk, want die techniekdocenten, die hadden toch eigenlijk, wel in de gaten waarschijnlijk, dat ze zichzelf met een probleem opzadelden, want er wordt in het vak techniek wel heel veel gemodelleerd, maar er wordt zelden of nooit echt over gesproken, van wat is dan het karakter van je model? Toch werd dit als begrip heel erg naar voren gebracht. Resources, en daar komen dan met name materialen, energie en informatie, de aloude drieslag die de SLO al had voor het vak algemene technieken, die doen het nog steeds goed. En waarden, dat was opmerkelijk dat die ook zo prominent naar voren kwamen. Dus dingen als privacy, veiligheid, menswaardigheid, al dat soort dingen kwamen dus heel prominent naar voren. Dit zijn dingen die, als je naar de nieuwe kennisbasis SLO kijkt, ook
terugkomen. Hè? Dus dat zijn inderdaad begrippen waar je niet alleen maar bij TNE wat mee kunt, maar ook bij andere vakken die dus eigenlijk al hele mooie bruggetjes vormen naar die andere begrippen toe. En daarom zijn die TNE en die E zo interessant ook. Even naar de contexten, maar daar wil ik niet zoveel over zeggen. Het was opmerkelijk dat de respondenten eigenlijk allemaal zeiden, als je zoekt naar een context voor techniek en engineering onderwijs, zoek dan naar allerlei dingen die te maken hebben met hele basale menselijke en sociale behoeften. We hebben allemaal behoefte aan shelter, hè? Dus bescherming tegen weer en wind, zeg maar. En daarom bouwen we huizen, bouwen we andere constructies. We hebben behoefte aan allerlei praktische dingen om ons heen, waarmee we blikjes openmaken en koffie zetten en weet ik wat, dus allerlei artefacten. We hebben behoefte aan mobiliteit, we willen graag van A naar B kunnen. Daarom maken we fietsen en brommers en auto's en treinen en vliegtuigen. We hebben behoefte aan communicatie. En daarom maken we boeken en telefoontjes en televisie en radio. We hebben behoefte aan gezondheid. We willen graag allemaal gezond zijn. En daarom hebben we stethoscopen en MRI-scanners en nog veel meer ingewikkelde dingen. We hebben behoefte aan voedsel, voeding voor iedereen, water voor iedereen, energie voor iedereen, veiligheid voor iedereen. Ja, dat waren belangrijke thema's die ze naar voren brachten. Nou, die zijn voor de natuurwetenschap natuurlijk ook hele belangrijke contexten om onderzoek te doen. Wat zijn die E en T hetzelfde? Nee, denk ik niet. En zeker niet als je kijkt naar het onderwijs. En daar zou die E wel eens iets in kunnen brengen wat de T in ieder geval nog niet zo duidelijk heeft, hè, in het onderwijs. Want als je kijkt naar engineering, dat gaat heel erg over ontwikkeling. Ingenieurs zijn mensen die vooral ontwikkelen. De rechtvaardiging voor technology education is heel vaak, dat is technological literacy, hè? Dat is het kunnen overleven als mens in een technologische samenleving. Dus daar zit ook die gebruikerskant heel sterk in. Dus engineering is aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, beperkter, hè? Want dat gaat echt over de ontwikkelkant, terwijl techniek breder is. Dat gaat ook over de gebruikerskant. Hè? Dat is als ik mijn volgende mobieltje ga aanschaffen, waar moet ik dan naar kijken? Wat betekenen al die raadselachtige termen die bij de specificatie staan? Hè? Dus kan ik dat als burger begrijpen wat daar allemaal staat? Engineering is heel erg kwantitatief. Er wordt gerekend bij het leven. Als je nu kijkt naar veel techniekonderwijs, daar wordt nauwelijks gerekend. Dus daar zit echt iets waar die engineering iets bij te dragen heeft, denk ik. E, die wemelt van het gebruik van S&M. Daarom wordt er ook zoveel gerekend trouwens. Maar ook niet altijd. Dus ook echt gewoon inzichten in natuurwetenschappen, in wat kracht is, in wat energie is, wordt heel sterk gebruikt in engineering. Als je kijk naar veel van de praktijk van de T, gaat het daar toch vaak om vooral een nadruk op het maken. Hè? Maakvaardigheden zijn daar nog steeds heel belangrijk. Ingenieurs modelleren eigenlijk voortdurend. Hè? Die zijn steeds maar bezig om modellen te ontwikkelen voor een nieuw product. En die knutselen daar ook aan. Hè? Die maken kleine vliegtuigjes, zetten die in windtunnels, die maken een eindig elementenmethode model en die gaan dan vervolgens aan dat ontwerp sjorren en die kijken wat er met allemaal krachten gebeurt en hoe daar warmteontwikkeling plaatsvindt en zo. En bij T is het toch vooral een heel erg praktische zaak nog. Er worden wel modelletjes gemaakt, maar er wordt nauwelijks gesproken over het modelkarakter daarvan. Dus wij maken wel maquettetjes en we maken kleine prototypetjes en zo. Maar we praten eigenlijk nauwelijks over wat nu het verschil is tussen dat modelletje en de werkelijkheid. Dus als iemand dat van het modelletje zou nemen en die moet dat in werkelijkheid nagaan maken, wat is dan de sprong van het modelletje naar de werkelijkheid? Nou, dat thematiseren veel techniekdocenten gewoon niet. Dus er wordt wel gedaan aan modelleren, maar er wordt niet geleerd over modelleren. Het wordt niet geconceptualiseerd, zal ik maar zeggen. Nou, engineering is er heel duidelijk met een beroepsperspectief. Ingenieur is een vak, dat kun je worden. En bij die T gaat het vooral om technologische geletterdheid. Dus die E en die T, je hoort nog wel eens van, is dat eigenlijk niet gewoon hetzelfde? Nee, dat is dus niet hetzelfde. Zeker niet als je kijkt naar onderwijs. Daar zit gewoon echt een verschil tussen. Dus daarom mag die E ook gerust apart blijven staan. Hoe zit het met S en E? Is dat, sommige mensen gooien dat op één hoop. Die zeggen, ja, dat is waar ik ook. Hè. Engineering sciences, dat is ook gewoon wetenschap dus blijkbaar. Hè. En natuurwetenschappen, nou, er is natuurlijk vroeger altijd het misverstand geweest dat engineering gewoon toegepaste natuurwetenschap was. Hè? Dus dat was helemaal geen kennisdomein op zichzelf, dat was gewoon een toepassingsgebied. Nou, daar zijn we inmiddels wel achter dat dat niet waar is. Hè? Dat een heleboel ingenieurskennis gewoon niet hetzelfde is als natuurwetenschappelijke kennis. Ik zal één simpel voorbeeld noemen. Ingenieurs hebben kennis van functies. En functies is in de techniek in ieder geval een heel normatief begrip. Dat gaat over wat het ding zou moeten doen. Een auto zou mij van A naar B moeten kunnen brengen. En een fysicus heeft het alleen maar over de wereld zoals die is. Niet zoals die moet zijn. Hè? Dat ding moet eigenlijk kunnen rijden. Nee, hij heeft het over wat hij daadwerkelijk doet. Dus voor een
ingenieur is een auto nog steeds een ding dat van A naar B moet kunnen brengen als die in de garage staat. Dan kan die het weliswaar niet meer, maar zijn functie is nog steeds, het normatief is dat hij van A naar B brengt. En voor een natuurwetenschapper is hij op dat moment gewoon niet meer in staat om te bewegen, dus het is gewoon een stilstaand voorwerp. Ja. En de biologen dan? De bioloog is een apart verhaal, ja. Absoluut, ja. Daar is het een soort, nou ja, daar zit het ergens tussenin, hè. Want aan de ene kant is het tamelijk descriptief, hè. Een hart is een ding dat bloed rondpompt. Daarom is het ook een beetje gek om te spreken over de gebruiker van een hart of zo. Zoals we wel spreken over de gebruiker van de boormachine of zo. Hè? Maar om dat te zeggen, ik ben de gebruiker van mijn hart. Maar met enige fantasie misschien. Hè? Dus ik denk dat als wij bij biologie spreken over functie, dat we misschien meer werking bedoelen. Wat doet het ding daadwerkelijk? Dan functie in de normatieve zin. Hoewel we dus wel spreken over een goed functionerend en slecht functionerend hart. Maar het is een beetje de vraag. Kunnen we spreken over een goed ontwerp of een niet goed ontwerp? Dan kom je al half in de metafysische sfeer, zeg maar. Dus daar zitten alle haakjes en oogjes. Hè? Dat is een hele leuke vraag. Dit is ook daar wordt het boek over volgeschreven in de techniekfilosofie en de biologiefilosofie, hè, over wat het verschil tussen die begrippen is. Dus het is een hele spannende. Ja, heel leuk. Goed, nou even tussen de S en de E dan. Hè. Die technische wetenschappen zijn eigenlijk nog maar recent het onderwerp van filosofie, hoor. Want filosofen hebben daar eigenlijk heel lang bij weggekeken. Die vonden natuurwetenschap interessant, hè. Dus heel de wetenschapsfilosofie, dat is helemaal voortgekomen uit interesse voor natuurwetenschappen. En eigenlijk tamelijk recent heeft men pas gezegd, van, hoe zit dat met de ingenieurswetenschap? Is dat hetzelfde of is dat wat anders? En nu zijn we dus geneigd om te zeggen, ja, het is toch wel een beetje anders. Ja. Er zijn een paar dingen in die redelijk anders zijn. Als je kijkt naar natuurwetenschappen, die zijn eigenlijk zo contextonafhankelijk als maar mogelijk is. Dus je probeert zo ver mogelijk te generaliseren. Dus we willen eigenlijk naar de grand theory of everything. Dus één theorie voor alles. Nou, daar heeft een ingenieur niet zoveel mee. Die wil liefst een theorie die niet te ver weg drijft van het concrete ontwerp. Dus vliegtuigbouwers, die hebben niet zoveel met een theorie over alles wat maar beweegt. Of zelfs niet over alles wat maar vliegt. Die hebben veel meer met theorieën die wat dichter bij dat vliegtuig staan. Die zijn voor een fysicus vaak een beetje vervuild met allerlei hele praktische elementen erin. Er zitten allerlei parameters in die gewoon gemeten zijn. Nou, dat vinden we niet zoveel. Dus daar zit veel meer contextafhankelijkheid in. Ook zeker in die normatieve kennis. Dus wat in het ene geval een goede functie is, is het in het andere geval juist niet. Nou, dat is voor een natuurwetenschapper een gruwel natuurlijk. Want die wet die moet gewoon overal en altijd gelden. Bij natuurwetenschappen zijn waarheid het criterium, wat dat ook wezen mogen, want dat is zeker wetenschapsfilosofisch gezien een uitermate complexe term natuurlijk. Hè? Dat is op de een of andere manier is dat natuurlijk overeenkomst tussen de theorie en de werkelijkheid. Maar sommige mensen zeggen, die werkelijkheid daar kan ik helemaal niet achter, want dat kan ik niet zien. Hè? Ik kan alleen maar waarnemingen doen, hè? Dus ik zie alleen maar de buitenkant zou je kunnen zeggen. Dus, maar goed, we hebben altijd wel een idee over wat waarheid is. In de engineering speelt bruikbaarheid een heel belangrijk criterium. Wat is een goede theorie? Eén die bruikbaar is. Als we een brug bouwen, dan gebruiken we gewoon klassieke mechanica. Is dat waar? Nee, niet. Dat is niet waar in de zin van zo gedraagt de materie zich niet. In werkelijkheid is het dus sprake van kwantumgedrag. Maar ja, als we dan met kwantum gaan rekenen, dan wordt natuurlijk nooit meer één brug ontworpen. Dat krijgen we nooit meer van elkaar. Dus gewoon, hè, wat is bruikbaar, dat is goed. Dus ingenieurs zijn echte pragmatisten die zeggen, nou, wat bruikbaar is goed. Bij natuurwetenschappen geldt eigenlijk het experiment als doorslaggevend voor is het behoudbaar ja of nee. Hè? Dus dat is weer die overeenkomst met de werkelijkheid. Terwijl in de ingenieurswetenschappen zijn dingen veel meer afhankelijk van beslissingen. Dat heeft ook weer met het normatieve te maken. Dus wat vinden we goed? Nou, dat spreken we met elkaar af. Dus ook allerlei standaarden die ook horen tot de inhoudskennis van ingenieurs. Hè? Nou, dat is helemaal een kwestie van afspraken. Wat is de afmeting van een A4'tje? Is dat een kwestie van meten en vergelijken? Nee, dat is gewoon een kwestie van afspraken. In de wetenschap niet net zo. Juist theorieën gaan vaak over bruikbaarheid. Een theorie vinden we goed, zolang die bruikbaar is om de wereld om ons heen te verklaren en resultaten uit het experiment te verklaren. Ja, maar dan is het. Laten theorieën naast elkaar bestaan als dat zo bruikbaar is. Ja, maar dan is het bruikbaar eigenlijk binnen de context van waarheid, zeg maar. Dus hij is bruikbaar om bij te dragen aan begrip. En niet naar buiten. Oké, nou goed. Daar gaan we de discussie later aan. Maar daar zit een verschil. Het gaat over waarheid, maar dan gaan we over de tijd heen. Ja, precies. Ja. Dat is heel lastig. Ja. En het belangrijkste verschil, denk ik, is dat er geen normativiteit zit in de inhoud van natuurwetenschappen. In de inhoud van natuurwetenschappen. Wel in het proces natuurlijk. Hè. Je hebt goede experimenten, je hebt verkeerde experimenten. Maar in de inhoud zit geen normativiteit. En in techniek juist heel veel. Dat functiebegrip is heel erg normatief.
Nou, hoe zou je die nou met elkaar kunnen verbinden? Want nou heb ik eigenlijk de poot onder de stoel van stem bijna gezaagd natuurlijk. Hè? Want nou lijkt het alsof het echt totaal verschillende dingen zijn. Maar in werkelijkheid komen ze bij elkaar. In de praktijk van ingenieurswetenschappen en andere wetenschappen. Oh, die goed, ja. En hoe zou dat dan kunnen? Nou, ik denk dat als je ergens een gebied wil zien waar ze helemaal door elkaar heen lopen, dan is dat het gebied wat wij altijd aanduiden als R&D. En dat zou wat mij betreft eigenlijk een hele mooie alternatieve naam voor stem zijn. Althans, voor een mogelijke invulling van stem, laat ik het zo zeggen. Want als je kijkt naar de praktijk van R&D, daar lopen mensen rond die af en toe werkelijk niet weten of ze nu bezig zijn met wetenschap of met techniek. En ik weet dat, want ik heb zelf ooit onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Wereldberoemd laboratorium, compactdisc uitgevonden, nog allerlei andere dingen. En daar heb ik veel gesprekken gehad met mensen die daar gewerkt hadden. En die mij vertelden, ja, dat liep vaak zomaar door elkaar. Daar waren we op een gegeven moment bezig met een of ander product, dat waren we aan het onderzoeken. En ineens zei iemand van, oh, maar daar zou je ook dat en dat van kunnen maken. En dan gingen we ineens weer over op dat product. En dan waren we daarmee bezig. Ja, nou ja, om dat te verbeteren, moeten we toch beter begrijpen wat er van binnen gebeurt. En dan gingen we er ineens weer mee experimenteren. Dan gingen we een onderzoek daar. En dan kwam een artikel uit. Dus die mensen konden werkelijk niet vertellen of ze nu in die S en die M zaten of dat ze in de T en de E zaten. Dat liep voor hen gewoon dagelijks door elkaar heen. Dus dat is echt een praktijk waarin ze heel nauw vervlochten zijn. En wat gebeurt daar? Nou, daar vinden ontwerpprocessen plaats. Het gaat uiteindelijk om development natuurlijk, maar research is daar een onmisbaar element in. Dus ontwerpprocessen gebruiken die S&M als een input. Ingenieurswetenschappen genereren ook vaak S-kennis. Hè? Dus heel veel S-kennis is ontstaan door dingen te ontwerpen. Nou, stoommachines. Hè? Stoommachines zijn niet het gevolg van thermodynamica. Het ontstaan van thermodynamica is het gevolg van het feit dat men stoommachines wilde verbeteren. Geometrische optica is niet het gevolg van het... lenzen zijn niet het gevolg van geometrische optica. Lenzen, voor microscoop en telescoop althans, hebben ervoor gezorgd dat wij geometrische optica ontwikkeld hebben. Om beter te kunnen begrijpen wat daar gebeurde. Dus dat ontwerpen levert soms ook natuurwetenschappelijke kennis op. Dat was in dat natuurkundig laboratorium dus ook zo. Daar worden heel veel natuurwetenschappelijke artikelen gegenereerd op basis van onderzoek naar producten. En wat daar ook natuurlijk een heel belangrijke rol in speelt, dat is dat modelleren. In die R&D wordt ongelooflijk veel gemodelleerd. En daar ligt natuurlijk een gouden kans om de S en de M en de T en de E aan elkaar te knopen. Want veel van die modellen hebben een wiskundig karakter, zit in een computer, bestaan uit formules. De inhoud van die formules is vaak S. En ze worden gebruikt in een context om dingen uit te proberen en te kijken hoe een product gaat functioneren. Dus dat is eigenlijk een hele natuurlijke verknoping in iets wat gewoon een kernactiviteit is in R&D. Nou, ik ga het voorbeeld van Philips overslaan. Ik had nog eventjes over hoe dat dan in die geschiedenis terug te vinden is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat iets wat gewoon ook in de klas heel goed mogelijk is. Want er zijn hele simpele vormen van R&D te bedenken die zelfs nauwelijks materiaal vragen, maar die wel heel veel inzicht geven in hoe dat eigenlijk werkt in de praktijk. Ik noem het voorbeeld van papieren vliegtuigjes. Het is erg eenvoudig om gewoon een papieren vliegtuigje te vouwen en vervolgens de uitdaging te geven. Ga maar eens kijken welke parameters daar nu van belang zijn voor het vliegen van dat vliegtuigje. Nou, het zal wel iets met de vleugel te maken hebben, dus die kun je korter, langer maken. En als je het ook nog met hout doet, zul je het profiel een beetje veranderen. Heeft vast iets te maken met het massamiddelpunt, dus je neemt een paperclipje, je gaat het verleggen. Je gaat het systematisch variëren. Dat is ook werkelijk de manier waarop lucht- en ruimtevaart ingenieurs werken. Die frotten dingen in elkaar, die gaan systematisch variëren. En ondertussen leren ze een heleboel over de relatie tussen fysieke eigenschappen van een product en het gedrag ervan. Dus zij leren heel veel over luchtstromen om een bepaald profiel, door maar met die vliegtuigjes te frotten. En ondertussen leren ze ook hoe je dat vliegtuigje dan moet optimaliseren. Dus je hebt twee vliegen in één klap. Je hebt kennis opgedaan, die weliswaar meer het karakter heeft misschien van ingenieurskennis, omdat ze heel erg contextgebonden is. Maar als je daar maar genoeg van doet, dan kun je steeds verder generaliseren natuurlijk. En op een gegeven moment ontmoeten Newton en de lucht- en ruimtevaarders elkaar dan ergens. Hè? Ergens vinden ze elkaar. En je hebt een verbeterd ontwerp. Dus je hebt steeds een combinatie van twee dingen. En dat is ook hoe de ingenieurswetenschappen in elkaar zitten. Die frotten dingen in elkaar, variëren systematisch. Daar leren ze heel veel van over natuurverschijnselen. En ze verbeteren het ontwerp.
Dus ik denk dat het een hele mooie mogelijkheid is om op een hele natuurlijke manier stem te realiseren. Ja. En dan kun je ook nog naar kijken hoe de biologie oplossing heeft gezocht. Schitterend, ja. En dan ga je aan biomimicry doen en dan ga je kijken naar hoe doet de natuur het. En de natuur heeft voor een aantal dingen schitterende oplossingen. Je kijkt naar een termietenheuvel, je kijkt naar riet en je kijkt naar allerlei andere dingen en zo. Daar leer je ook nog heel veel van. Ja, heel mooi. Dus, nou ja, wat zou het dan op kunnen brengen? Nou, ik denk dat je heel veel kunt leren over elk van die disciplines afzonderlijk met zo'n geïntegreerde activiteit. Dat je veel vaardigheden opdoet in R&D. En R&D zijn waarachtig niet de minste gebieden in de samenleving. Dus als het gaat om beeldvorming over natuurwetenschap en techniek en wiskunde, dan doet dat daar ook heel veel mee, denk ik. Je krijgt inzicht in de relatie tussen die verschillende vakgebieden. En ik denk dat dat ook het spannende van die vier vakgebieden kan laten zien. Want het is echt gewoon heel leuk en spannend om te doen. Want het krijgt echt iets verrassends. Hè? De R&D-mensen doen dat zo graag, omdat er steeds verrassingen komen. Zowel in het begrip, hè, zowel in het begrijpen van de werkelijkheid, als ook in wat voor ontwerp daar dan uitkomt. Hè, dus dat verrassende, dat spannende, dat zit er heel nadrukkelijk in. Nou, dus mijn pleidooi is, laten we die onbekende S, die op dit moment nog een beetje een raadsel is, eens kijken of daar mogelijkheden zijn om dat misschien juist als een soort sleutel te gebruiken om het slot open te krijgen naar op den duur zelfs geïntegreerde stem. Nou, ik denk dat ik daar graag wel weer laat.